En de eerste ponykoers van vandaag, de PK Trainingprijs, is van start. En het eerste band over 480 meter, die hebben toch een behoorlijke voorsprong te pakken. En die gaan het ook benutten. Velin Wittebolszaak, Sue Angelo van Inge en Chief One en Colin Kooijman en Frankie. Ze zijn alle drie verrassend goed weg. En dat betekent dat de rest van het veld nog een hele grote afstand op hun moet goedmaken. Op het moment zijn het Velin Wittebolszaak. Zij zijn de enigen die in draf nog in het eerste band goed rondgaan. Maar Colin Kooijman en Frankie, die nemen nu de leiding voor Sue Angelo van Inge en Chief One. Op de derde plek, Velin Wittebolszaak proberen de aansluiting te houden met dat voorste groepje. En in de achtergrond komen dan Danley Wittebol en Wammes en Liz Overmeijer en Rakker hard opzetten richting dat voorste groepje. Maar die koplopers die gaan nu de laatste en de enige bocht van deze koers in. Het zijn nog steeds Colin Kooijman en Frankie op kop. Daarachter Sue Angelo van Inge en Chief One. En Velin Wittebolszaak hebben het nu toch moeilijk om de aansluiting te houden. Terwijl vanuit het achterveld nog niet heel veel beweging komt, Kevin van der Linden en Dave Quinten van Inge, Diamond Eye, Inanna van der Burg en Bliksem. Ze moeten nog heel veel terrein goed maken. Terwijl we nu bijna de laatste rechte stuk opkomen draaien. Nog steeds dat eerste band die hun voorsprong tot het uiterste benut. Dat zijn Velin Wittebolszaak, Sue Angelo van Inge en Chief One. En Colin Kooijman en Frankie die op het moment de voorste plaatsen hebben. Het is een spannende strijd. Op het moment aan de leiding is het nu Velin Wittebolszaak. Zij gaan ongelooflijk hard. Daar komt nog een keertje de aanval vanuit het achterveld. Zien we nog een paar paarden die ongelooflijk hard aankomen. Wat stuurwerk daar van Björn van der Blonk en Petra. Maar de overwinning die lijkt te gaan naar Colin Kooijman en Frankie. Op de tweede plek Sue Angelo van Inge en Chief One. Daar komt nog heel hard aan Sandy Bot en Emira. Maar de overwinning die gaat naar Colin Kooijman en Frankie. Niet uit als een...